forse stappen gezet. Deze outfit is niet zomaar een gewone mooie jurk. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft haar japon en jasje laten ontwerpen door twee studenten van het Summa College in Eindhoven. Pien Luijenberg en Danielle Nabuurs, beide 20 jaar oud, hebben maanden naar Prinsjesdag toegewerkt. Haar wensen waren vooral het driekwart mouwtje. En voor de verderes waren het meer dingen die ze mooi vond. Maar ze was ook wel benieuwd naar onze visie. Dus ze wou zich wel graag laten verrassen. Nou, ze was nog vrij open. Ze zei van ja, jullie zijn toch degene die dit vak leren. Jullie moeten weten wat mij staat. Maar ze had dus wel natuurlijk de eigen kleurwensen. Een beetje de kleuren van een pauw. Maar de dames konden het niet alleen. 10 studenten van het Sint-Lucas in Bokstel hebben meegeholpen met het ontwerpen van de schoenen, hoed, tas en sieraden. Ik ben ongelooflijk trots op de studenten. En het ontroert me zo hoe zij daarmee bezig zijn geweest. En hoe zij zich hebben ingeleefd in de smaak van de minister. En hoe zij als vakvrouw, als aankomend vakvrouw, zich hebben gestort op dit project. En ja, ik ben echt super trots. Ja. De jonge ontwerpsters zijn best wel zenuwachtig voor de reacties in de media vandaag. Ja, normaal kijkt je docent alleen naar je kledingstuk en daarna verdwijnt het in de kast. Maar nu gaat heel Nederland ernaar kijken. Ben je bang voor kritiek? Nee, ik ben er niet bang voor. Zenuwachtig, daar ben ik wel een beetje, ja. Maar omdat we de afpas gehad hebben, we hebben het totaalplaatje gezien. We weten dat het gewoon ja, perfect zit. Ja, de kleuren en alles klopt helemaal samen. Dus iedereen is nou zeker van zijn eigen werk. Maar nu is het gewoon nog spannend wat er allemaal bij komt kijken. Het was natuurlijk ontzettend spannend om een jurk te ontwerpen voor de minister. Gelukkig was ze ontzettend aardig en beviel de samenwerking goed. Ja, ik vond het echt superleuk om dit te mogen doen.